De vakcentrale C47 gaat de EBS binnenkort middels een brief vragen om de facturen die gestuurd zijn naar haar klanten in te trekken. Dit stelde Robert Amirali, lid van de EBS Tarievencommissie, tijdens een persmoment op het hoofdkwartier van de vakorganisatie. Amirali geeft aan dat er eerder bij de berekening van de nieuwe tarieven is aangegeven hoe zaken moeten geschieden. Na deze brief die van meneer Nieuws weggaat, en ik heb weer gevraagd aan meneer Nieuws dat hij die brief moet schrijven, want anders gaat het te laat komen en we gaan vragen dat de EBS die facturen die gestuurd zijn naar die mensen, dat die worden ingetrokken en worden gecorrigeerd. En dan moet men niet uitleggen, het is te laat. Want we hebben ruim op tijd aangegeven hoe het zou moeten zijn. En daar zal natuurlijk weer blijken hoeveel hefboom Rafaxuur heeft om dit te corrigeren. C47-voorzitter Robbie Berendstein zei dat er nog gesprekken gaande zijn met de belanghebbende partijen, waaronder de regering. Hij stelt dat er wel een goede verstandhouding is met de actoren, maar dat de gesprekken nodig zijn aangezien zaken continu in ontwikkeling zijn.